Goedemorgen, het is maandag en welkom bij een nieuwe vlog. Nu ga ik gewoon normaal deze week starten op maandag. Ik hoop dat jullie de vorige vlog leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel echt heel erg leuk om op te nemen. Ik vond het ook echt wel gewoon, ik merk dat ik er nu wel weer een beetje in kom ofzo. Dus dat is wel echt chill. Dat dus. Ik ben net thuis, ik kom net uit Almere, want daar was ik dit weekend zoals jullie konden zien. Ik heb trouwens op het Vrijdagsfestival helemaal niet heel veel gefilmd. Maar het was zo leuk en gezellig. En dat is zo'n slecht excuus, maar het was echt zo. En we waren even bezig met de kinderen. En, want er waren 3 kinderen, dus gingen we even een beetje, ook een beetje soort van oppassen. Maar het was zo leuk en gezellig. Dus ja, echt nice. Ik kom dus nu uit Almere. Het is nu 9:15. 9 uur had ik de trein vanuit Almere, want Dylan moest ook gewoon werken. En nu neem ik even mijn hormonen in en ga ik even ontbijten. Ik heb wel even 1 broodje gehad, maar even goed ontbijten. Lekker op de bank. Ik heb het klaargemaakt. Ik heb gedoucht, dus maar gewas. En ik heb nachts even opnieuw gelakt. Ziet er echt niet uit. Oh my god, I'm such a mess. Ik heb ook geen make-up op. Want ik dacht gewoon de hele dag gewoon geen make-up op. Dat is gewoon heerlijk. En ik ben nu It Takes Two aan het terugkijken, want dat heb ik nog niet gezien. Vind ik altijd top om terug te kijken. En ik zit de hele tijd al gewoon te bedenken wat ik moet lunchen. Ik weet het gewoon niet. Ga ik een eitje bakken of ga ik gewoon simpel, soepie, I don't know. Dus ben ik nog steeds over na aan het denken, al bijna like een uur. Echt nice. Maar ja, ik ga zo meteen denk ik de vlog proberen te editen en kijken hoe het is. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het allemaal bij een beetje bij elkaar is, hoe het resultaat is. Dus ja. Ik heb vandaag zo'n saai dag. Oké, het duurde dus echt gewoon like fucking lang. Voordat ik eindelijk mijn bestanden op van de vlog op mijn laptop had. Maar ik heb ze er nu op staan, dus dat is top. Maar wat heel fijn is, mijn laptop schudt sommige beelden en dagen door elkaar. Dus nu moet ik ook heerlijk gaan uitzoeken welke dag waar hoort. But I can do this, you know. En ik kijk alleen maar YouTube. Alleen maar YouTube. En waarom doe je zo? Ja, oké. And that's my day. En ik heb spierpijn. Oh my god. Gisteren waren dus bevrijdingsfestival. En ik heb, denk ik, nou, sowieso een half uur non-stop Riley op mijn rug gehad. Want, wacht, ik ga er een foto van laten zien. Zo'n cute foto. Oh my god, love it. Maar een super lief jongetje. Alleen is hij heel klein. En hij wil heel graag, wou hij het optreden van... Ik denk echt dat ik hem langer op mijn rug heb gehad trouwens. Maar hij wil heel graag het optreden van Kraantje Papi zien en van Stuk TV. Dus kijk, deze foto. Hoe aandoenlijk. Zo lief. Nee. Dus echt super lief. Maar ik heb dus nu helemaal spierpijn in mijn armen, in mijn benen, in mijn nek. Alles omdat ik hem dus heel lang op mijn rug had gehad. En de andere twee heb ik ook nog op mijn rug gehad. Tussendoor en zo. Dus ik voel gewoon dat ik spierpijn heb. Echt heel heftig. Maar oké. Sas. Oh my god. Ik ben dus net gebeld. Ik had vrijdag de sollicitatiegesprekken. En ik ben dus nu bij 1 aangenomen. Oh my god. Oh my god. Zo leuk. Ik ga nog even niet zeggen waar het is. Ik wil eerst gewoon alles echt helemaal rond hebben. Dan ga ik het zeggen. Maar het past helemaal bij mijn opleiding. Helemaal gezellig. Het is voor een vrijdagavond en een zaterdag is gewoon wel heel lekker. En het is gewoon echt bij mijn opleiding past. Ik ben echt helemaal blij. Ik moet donderdag op gesprek komen. Met hoe en wat. En contract tekenen en dat soort dingen. En ja, sorry. Ik word helemaal gek. Want dan wil ik editen, maar de stukjes vlog komen niet volledig, zeg maar echt gewoon op een aantal seconden na, maar toch dat het verhaal dan niet klopt.
in het bewerkingsprogramma. En het is zo irritant. En ik kan ze ook niet normaal openen op mijn laptop. Ik word helemaal gek. Ik word helemaal para hier. Nu wordt het echt zo irritant. I can't. Ik heb zojuist op even de logeerkamer, die zit naast mijn kamer van ons huis, heb ik even mijn koffer klaargelegd met een aantal echt gewoon zomerkleding, wat ik sowieso mee heb, wat ik als optie leg om mee te nemen op vakantie en wat ik aankomende week toch niet aan ga doen. Want ik ga gewoon, precies over een week, zit ik gewoon op Zakynthos, Griekenland. Oh my god, het gaat zo snel. Dus ik heb nu al wat kleding klaargelegd. Ik ben zo'n wijfie. Dan denk ik, nee, die toch niet. Nee, toch wel. Nee, toch niet. Dus ik denk, ik leg nu al klaar. Dan kan ik altijd dingen weghalen, bijleggen, dat soort dingetjes. Dus ik heb hier echt een gigantische koffer. Deze is echt heel erg groot. Wel heel leuk, want hij is roze. En hier heb ik dus allemaal dingetjes klaargelegd al. Het is volgens mij echt veel te veel, qua bovenkantje vooral. Dit zijn bikinis. Dit zijn allemaal crop topjes, bodies, wielrenbroekjes. Dan heb ik hier 4 t-shirtjes, 2 blousjes, 3 rokken, wat langere rokken. Dan heb ik daar een korte panterrokje, jurk, strandjurk, bloemetjesjurk, panterjurk, shortje. En nog even een broek versteld, wordt dat frisser. Dan heb ik een ietsjes langere broek. Dus dit is wat ik tot nu toe heb. Wat er natuurlijk nog bij... Oh, moment... Wat er natuurlijk nog bij komt is een trainingsbroek. Die heb ik bijvoorbeeld nu aan. Ik wil deze mee. Even een trui. Want die moet sowieso mee waarschijnlijk. Wordt dat iets wat ik aan ga doen. Ook in het vliegtuig met gewoon een t-shirtje eronder. Dus dat moet gewoon sowieso mee. Dus dat gaat nog. Ondergoed moet er natuurlijk bij. Sokken moeten erbij. Weet je, allemaal dat soort dingen. Maar dat komt allemaal op het laatste moment. Maar dan heb ik in ieder geval al even wat klaargelegd. En eventuele inspiratie. Dus ik ga jullie deze hele week nog verder meenemen in het inpakproces. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb net ook even gekeken wat ik morgen aan wil doen. Want ik moet morgen model zitten op school. Maar ik dacht ik wil even een funky outfitje. Zodat ze misschien ook even een foto van me kunnen maken in Amsterdam. En ja, helemaal fijn. Helemaal leuk. Helemaal top. Dus... En weet je, ik wil ook een hoed meenemen. Dus die doe ik ook op in het vliegtuig, denk ik. En zonnebrillen mee. En accessoires. En knipjes. En dingen, haarband. Weet je, gewoon allemaal dat soort dingen. Maar dat ga ik allemaal op het laatste moment doen. Maar ik neem jullie mee in het proces. En wat heel chill is, Dylan is hier ook. Zaterdagavond. En dan zondagochtend. Dus dan kan hij ook nog even de laatste dingetjes mee helpen beslissen met... Ja, ik zal dit wel doen. Ik zou dit niet doen. Zeg maar. Dus dat vind ik heel erg chill. Oh my god. Ik vind het zo leuk dat ik op vakantie ga. I can't. Maar ik ga nu, denk ik, zo eten. Het is ongeveer 6 uur. Dus ja, heerlijk. Ik heb zo'n chill dagje gehad. Ik ga nu ook even een wasje draaien en zo. Dat is helemaal top. Zo, het is nu inmiddels al een stuk later. Bijna 10:30. En ik ben nu weer op mijn kamer. Ik ga zo lekker slapen. Maar wat is echt heel erg kut is... Is ik heb mijn oplader bij Dylan laten liggen. Super slim. Top. Weet je wel, echt gewoon goed van mij. Maar nu had ik dus nog een andere lader liggen. Maar die is niet helemaal heel top meer. Vanmiddag wilde die gewoon nog opladen. Maar nu dus niet meer. En ik word er een beetje gek van. Want dit is voor mij verder de enige oplader die we hebben. Dus ik... I'm stressing out. En volgens mij... Volgens mij heeft mijn vader nog wel een... zo klik ik er deel bij en zo. Volgens mij heeft mijn vader nog een oplader, maar ja, die heeft hem gewoon nodig. In ieder geval, ik ga dit even proberen op te lossen. En anders moet ik gewoon morgenochtend meteen kijken of mijn vaders oplader thuis is. Daarmee opladen. Of ik moet even snel tijdelijk... Eentje bij de Action halen of zo. I don't know. Struggles in het leven. Gebeurt. Ik heb nog even een extra outfitje in de tas gedaan. Want ik ga even kijken hoe laat ik morgen weg ga. Want ik wil iets eerder weg. Zodat ik even 2 lookjes voor Instagram kan schieten in Amsterdam. Dus ik ga iets eerder weg. Ik hoop dat dat dan lukt met statieven en zo. In Amsterdam. Echt, waar ben ik mee bezig? Maar oké, ik ga het gewoon proberen. In ieder geval eerst 1 lookje. Is er misschien een pauze of iets? Een 2e lookje? Ik heb geen idee. Ik ga gewoon eerst naar Amsterdam toe. En daar kan ik me ook voor maken. Dus
Yes, nice. Oké, goed verhaal. Ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen. Ik ben net wakker. Ik heb lekker ontbeten. En ik keek bij de brievenbus op de deurmat. En daar lag de nieuwe Vogue. Ik heb een abonnement op Vogue. En ik heb gewoon een obsessie voor tijdschriften. Ik weet niet wat het is, maar ik hou van tijdschriften. Ik doe er super veel inspiratie uit qua beauty. Gewoon van alles. Dus ik vind het fucking nice tijdschrift altijd. En gewoon hoe... Ja, ik weet niet. Gewoon hoe dat wordt vormgegeven. Ik hou er gewoon van. Maar nu zat er een cadeautje bij. En dit is zo leuk. Oh my god. Het toilettas. Zo'n transparante. Te geweldig. Met Vogue erop. En mooie blauwe dingetjes. En oh. Het is een partnership met Rijksmuseum en Rituals. Hoe gezellig. Maar dus ook, ga ik jullie even laten zien, het t-shirt. Oh my god, echt zo leuk. En Vogue heeft wel heel vaak een t-shirt uitgebracht bij hun tijdschriften. Maar deze vind ik heel chill, want deze heeft zo'n heel mooi hoog halsje. It's organic cotton. En het is gewoon echt een lekker stofje ook. En gewoon een beetje wat oversizer. En ik vind deze zo erg leuk. Ik denk dat deze misschien wel mee op vakantie gaat. Ik vind hem geweldig. Echt super nice. Heel leuk. Dus ik ben weer helemaal happy. Ik wou zeggen dankjewel Vogue, maar ik betaal je gewoon zelf voor. Maar oké. En nu ga ik mij lekker klaarmaken. Het is nu, even kijken. 9:10. Ik was heel vroeg wakker. En dus 9:10. Ik ga iets over 10 ga ik hier weg, want dan ga ik met de trein, ga ik op de fiets naar het station en 10:30 met de trein. Dus dan ben ik 12:00 in Amsterdam en dan ga ik nog even foto's schieten, proberen in ieder geval. Dus ja, helemaal leuk. Oh, ik word hier helemaal gelukkig van. Alleen, ik word ook altijd helemaal gelukkig van alleen de Vogue, maar cadeautjes erbij krijgen is ook altijd leuk. Zo, ik zie er gelukkig weer wat flamuzanter uit. Make-up is dus gedaan. Moet er waarschijnlijk wel weer afgehaald worden als ik op school ben. Want ik moet model zitten. Heb je dat al verteld dat ik model voor mijn non moet zitten op school? In ieder geval, ik heb de Nederlandse beauty school gedaan. Voor mensen die het niet weten. Ik ben al klaar. Maar meiden uit mijn klas die gaan nog door. En nu moet ik model voor een van die meiden zitten. Super leuk. Ik heb er ook super veel zin in. Ik zou sowieso die vandaag al langskomen. En om gewoon gezellig te chillen, weet je wel, dat soort dingen. En nu moet ik dus ook model zitten, dus superleuk. Dus dat, en ik heb allemaal spullen gepakt. Ik zal even mijn outfitje laten zien. You love it or you hate it. Dit shirtje van de weekday met gewoon een gezellige tekst erop. Blazer is volgens mij tweedehands, I don't know. Tasjes ook tweedehands. En een... Oldie but goodie. Deze rok van de H&M. Deze heb ik al zo intens lang. En ik vind hem eigenlijk zo gaaf. En ik dacht, nu voel ik me helemaal zo'n soort fashion editor van een blad, weet je wel. En ik heb gewoon even een stippenpanty eronder met deze oude Nike's. Dus ja, dat is mijn lookie. Dus ik zal nog even zo van dichterbij laten zien. En dus deze schoenen. Ik neem deze tas mee met allemaal kleding en spullen erin. En ik moest voor Ginny nog even mijn knipschaar meenemen, dus dat ga ik ook even doen. Ginny is trouwens docent. Ga ik ook even laten zien op de vlog, because I love her. Geweldig, leuk wijfie. Dus ja, lookie van vandaag. Oh ja, ik moest ook nog even kijken of mijn paraplu hier in deze tas zit. Ja, top. Want de zon schijnt nu. Wow, goede angle. De zon schijnt nu, maar I don't know for how long. Oh jezus, deze tas is nog zwaar ook. Oh, zo. Ik ben eigenlijk als je dacht. Oh, het was zo gestresst met die treinen. I can't. Het was, want die in Dalfsen, die had echt weet ik hoeveel vertraging. Dus ik dacht, ja fuck, ik moet gewoon nu 1:30 wachten. Op school, voordat ik naar die andere trein kan. En dan ben ik net op tijd op school. En ik dacht, ik kan ook geen foto's meer maken in Amsterdam. Dus dat is echt super kut. Nu ga ik heel hard doen, yes. Dus dat was echt heel erg jammer, dacht ik. Maar gelukkig had de trein naar Almere ook ietsjes vertraging. Dus heb ik gerend en heb ik het gered. En nu ben ik gewoon op tijd in Amsterdam. Het is 12:00. En om 1:15 moet ik op school zijn. Dus ik kan echt nog even een fotootje schieten. En nu ga ik eerst even via de Nieuwe Dijk lopen, want via, hoe heet het? De Bijenkorf en zo is veel te druk. Dus even
even via Nieuwe Dijk lopen, want dat is ook veel rustiger. Dus ja, in Amsterdam. En ik heb er helemaal zin in. Ik voel me altijd zo happy als ik hier ben. Dus zo, het is nu eventjes later en ik heb even eten gehaald bij de Appie. Even voor lunch en nu moet ik veilig oversteken. Maar in ieder geval, ik heb dus even eten gehaald bij de Appie. Even heerlijk. En mijn tas zit zo vol. Oh my god. En ik probeer dus even de foto's te maken. Nou, ik heb het geprobeerd, laat ik zo zeggen. En het gaat een beetje lastig zo zelf. Want ik ben gewoon bang dat, ik weet niet wat er met mijn spullen gebeurt, weet je wel. Dat is gewoon een beetje, lastig. Dus, die meiden, ik weet dat die meiden ongeveer om 12:30 waarschijnlijk bij school zijn. Dus ik ga gewoon vragen of zij foto willen maken. En Chanel, die heeft vaak foto's nog gemaakt. Dus ik ga haar gewoon even strikken. Een selfie heb ik wel gemaakt op de grachten. Heel leuk, gezellig. Dus nu loop ik gewoon weer richting school. Ik ben even door het 9-straatje gewandeld. En het is bijna 12:30. Dus ik loop weer gewoon richting school. En dan zie ik die meiden daar ook zo. Dus ja, dat is maar wat ik ga doen. Mijn tas is ook echt zwaar door dat eten nu. Dat is echt niet normaal. Maar en ik heb echt gewoon zulke leuke wijfjes al zien lopen. Maar ik denk ze van, ik ga geen hoi zeggen of zo. Dat vind ik raar. Want ik zag Amanda, zag ik lopen. Amanda Fenrik, dacht ik uit mijn hoofd. Op Instagram, Glitzygal, misschien ken je haar zo. En Charlie van der Licht. En ik zie allemaal leuke Instagram wijfjes lopen. Die ik ook echt volg. Maar nee, ik vind het raar om dan hoi te zeggen of zo. Dat is raar, hè? Ja, of niet. Ja, of je moet gewoon een keer, ja, ik weet niet. Ik ben nu helemaal een soort van aan het fangirlen, maar het zijn ook gewoon normale mensen. Maar het is meer, ze maken zulke leuke content op Insta. Dus dan denk ik van, daar wil ik ze mee complimenteren of zo. Maar oké, goed verhaal. Dit, ik loop lekker naar school. Zo, inmiddels zit ik alweer in de trein richting huis. Ik ben gewoon iets te vloggen. Zo erg. En ik moet er denk ik ook gewoon aan wennen om leuke zulke dingen te vloggen. Maar ik hoop dat het goed is. Maar ik voel het vast wel. Ik moet gewoon even inkomen. Maar nu zit ik dus in de trein. En ik heb van Amsterdam naar Almere samen met Dylan gereisd. Ze waren tegelijk klaar. Dus dat was heel erg leuk. Heel erg gezellig. Altijd leuk om schat weer te zien. En nu is het lekker in de trein. Ik ben al. Oh, dat is nu zoiets langer weer van haar spullen. Dus dat is chill. Ik wil niet in het laatste doen. Maar goedemorgen. Het is vandaag woensdag en ik heb letterlijk niks gepland, gewoon vandaag. Nou ja, ik wil nog even wat Insta-foto's maken. Ik hoop op zich, het licht buiten is wel goed. Dat scheelt, maar ik hoop niet dat het gaat regenen of zo. En ik moet sowieso nog even naar het dorp, dus ja. Want ik wil sowieso dat Vogue t-shirt die ik gisteren bij de Vogue kreeg, wil ik even shooten voor Instagram. Want ik denk dat dat gewoon echt super cute is als ik daarmee op de foto ga. En gewoon super leuk. Dus dat. Nu kijk ik nog heerlijk even YouTube. En een geweldige video van James Charles. Dat hij naar de Met Gala gaat. Oh my god. Geweldig. En ja. Dus. Dat. Ja. Goed verhaal weer dit. Maar ik neem jullie gewoon gezellig weer mee. Oh ja. Ik ga vandaag ook nog verder met proberen te editen. Kijken of het lukt. Maar gisteren was ik zo moe. Maar ja, ik zat natuurlijk, 's ochtends heb ik 1,5 uur in de trein gezeten. De hele dag model gezeten. En dan zit je stil. En dan word je ook gewoon moe van. Mensen die wel eens model hebben gezeten voor visagie. You know what I mean. En daarna ook nog weer 1,5 uur in de trein terug. Maar de trein is gewoon echt vermoeiend. Dus ik was zo moe. En ik viel gewoon om 8 uur de hele tijd weg en in slaap. En ik ben gewoon om 9:45 ben ik gewoon gaan slapen. En ik werd weer om, dus vanaf 8 uur heb ik eigenlijk geslapen. Tot en met vanochtend 8 uur, toen werd ik weer wakker. Dus ik heb gewoon bijna 12 uur geslapen vannacht. Oh my god.
Zo, dit ziet er iets beter uit dan vanochtend, hè? Ja, ik heb me klaargemaakt. Ik heb met de wafeltong mijn haar gedaan, dus heb ik altijd lekker volume. I love it. En ik heb outfitje aan voor de foto. Je moet het vest er even niet overheen denken, maar het is meer dat ik het op de fiets iets warmer heb, zeg maar. Ik zal hem even laten zien. Ik ben extreem lang, want ik heb dus zieke palen aan. Maar dit vest moet je dus even wegdenken. Dus dit Vogue shirtje, ik vind hem zo leuk. Deze super wide leg pants from Zara. Those killer heels from H&M. Ik ga opeens over in het Engels, love it. Maar ik dacht dat is voor de foto echt heel cool. En ik heb hele grote oorbellen in van Bershka. Maar ik dacht, voor de foto is dit wel echt heel erg cool en het vest gaat dan wel weg. Maar ja, dus dat. En ik neem een statiefje mee en dan gaan we lekker naar het dorp toe. Even naar de kringloopwinkel. Even denken. Even naar de kringloopwinkel kijken. Ik moet nog even naar de HEMA. Ik moet nog scheermesjes hebben voor vakantie. Dus dat. En ja, heel top. Oh, love it. Ik ben zo lang. Ik heb al zo lang geen hakken meer aangehad. En ik doe het dus ook puur voor de foto. Want verder draag ik gewoon nooit hakken. Dus ik doe het gewoon even voor de foto. Maar ja, Dalfsem. Er komt straks een vrouw van 2 meter of zo het dorp inlopen. Met iets op. Oh, ik ben nu in het dorp. Er staat heel veel wind. Ik hoop dat jullie me horen. Maar het begint dus nu te sputteren. Godverdomme. Dus nu. En ik moet nog een foto maken. Dus dit is onprettig kut. En ik heb nu al spijt dat ik mijn fiets bij de Action heb laten staan. Dan kan deze hakken lopen. Maar oké. Okay. Als ik blijf lachen. En ik weet dus ook nog niet waar ik die foto ga schieten. Struggles. En ik moet dus mijn jas eruit en zo. En het gaat regenen. En ik was in de kringloop trouwens, maar er was niet zoveel soeps. Het was niet heel spannend. En ik moet even uitzoeken waar ik dus foto ga maken. Ik ga eerst wel even de HEMA in. En ik ben net even bij de Action geweest en heb ik even een oplader gehaald. Omdat ik nu de hele tijd die van mijn vader leen is onhandig. Dus ik heb gewoon even bij de Action een simpele oplader gehaald. Ik hoop dat dat goed is en niet te slecht voor mijn telefoon. Maar oké, ik ga de HEMA in. Oké. Het is dus echt een miserregen wat het nu doet. Dus ik heb scheid gehad. Ik heb mijn ding neergezet super snel. Ik heb een foto gemaakt, want je ziet niet op de foto dat het regent. Ze zijn wel donker. Dus ik hoop dat ik ze gewoon op een mooie manier lichter kan krijgen. Maar oké, ik heb net nog even dagcreme gehad bij de hoe heet het nou? Bij de DA. En awkward. Ik kom een oud-klasgenootje tegen. Oké, weer dus dagcreme gehaald, want die was op, dus dat moet je hebben. Ja, en nu ga ik weer naar de fiets en dan lekker naar huis en mijn hakken uittrekken. Vooral dat heel gauw, echt. Mijn voeten zijn killing. Ik sta lekker in de badkamer, echt mijn haar is zo'n intense mess, I can't. Ik ga make-up er even afhalen. En ik heb de hele middag eigenlijk niet meer gefilmd. Ik ben gaan uitzoeken hoe ik kon editen en alles. En het is gelukt. De vlog staat online. Oh my god, ik kon gewoon niet wachten. En wat ik ook wel duidelijk wil maken is, ik ga geen vaste uploadschema doen. Dus het is niet elk vrijdag dit, elk vrijdag dat. Nee, het is meer gewoon kijken hoeveel heb ik gevlogd ook die week, weet je. En dat soort dingetjes. Dus, maar de vlog staat online. Hij is wel lang. Maar ik praat gewoon veel, weet je wel. En verwacht ook maar gewoon dat alle vlogs lang zijn. Dus ja, live. En hij is natuurlijk al helemaal lang. Omdat het gewoon een aantal dagen zijn dat je vlogt, weet je wel. Dus dat is gewoon logisch dat ze lang zijn. Maar de eerste staat dus online. Super happy. Helemaal fijn. En ik heb nu al van, vooral van mensen die ik wel goed ken, weet je, heb ik gewoon echt een hele leuke reactie nu al gekregen. Ik vind het te leuk, love it. En ik heb dus ook al deze week geëdit. En hij is fucking lang. Dus maandag, dinsdag en vandaag is dan al bij elkaar zo'n 25 minuten.
Dus ik ga weekvlog 2 in 2 delen. Dus dit stukje komt er dan nog bij in. En dan ga ik die even wel inplannen voor gewoon vrijdagavond of zo. En dan ga ik vanaf morgen tot zondag de rest filmen. En ik heb ook zo'n super leuke week. Nog verder, want morgen ga ik dan op gesprek bij... ik ga contract tekenen en zo bij waar ik ben aangenomen. Dus dat is super leuk. Dus ik ga weer naar kampen toe. En helemaal zin in. En ik ga daar ook proberen nog een fotootje te schieten. But we shall see what happened. Dus dat. En zaterdag ga ik, even heel stil, want ik weet niet of mama het gaat horen. Maar ik en Dylan nemen mijn moeder mee naar Mamma Mia voor moederdag. Oh my god, geweldig. En mijn moeder is helemaal obsessed met Mamma Mia. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan vindt. Dus ze weet het nog echt niet. Ze weet het pas totdat ze in Utrecht aankomen. Dan gaat ze pas horen van we gaan echt naar Mamma Mia. Maar te leuk. Te vet. Oké. Maar in ieder geval, ik ga nu mijn make-up verder afhalen en zo. En dankjewel voor het kijken naar deel 1. En dan ga ik morgen gewoon verder met deel 2. Dus ja, joe!